Ja, dat vind ik jammer. Het komt alleen niet onverwacht. Hij had al eerder bij zijn kandidaatstelling voor het lijsttrekkerschap aangegeven dat hij een andere kant op wilde dan de koers die de Partij van de Arbeid nu vaart. Hij heeft nu kennelijk de conclusie getrokken dat hij dan de partij beter kan verlaten. Het komt niet onverwacht, zegt u? Nee, omdat hij natuurlijk al eerder aangaf, luid en duidelijk, ook bij u voor de microfoons, dat hij een heel andere koers wil dan de Partij van de Arbeid op dit moment vaart. Nee, dat weten we, een andere koers, maar dan hoef je niet meteen uit de vaart te stappen. Nee, dat hoeft wat mij betreft ook niet. Hij had ook een poging kunnen wagen om de koers van de Partij van de Arbeid bij te stellen in zijn richting. We zijn een democratische ledenpartij, elk lid kan daarover meespreken. En zeker als je lijsttrekker wil worden, lijkt me dat de moeite waard. Maar hij heeft kennelijk vandaag een andere conclusie getrokken.